Goede jongen, na de oorlog werd gezegd, uh, woningnood is volksvijand nummer 1. Zou je ja. dat nu ook weer zo typeren? Ja, het raakt echt aan de bestaanszekerheid van mensen. Uh, na de oorlog was het inderdaad Pieter Bogers die heeft gezegd, het is volksvijand ja. nummer 1. En hij is op een geweldige manier gaan bouwen met vereende krachten. Uh, en het is inderdaad enigszins vergelijkbaar. Uh, ook toen was het zo dat ja, je ziet dat het leven van mensen in de stand gaat... als ze geen woning kunnen krijgen. Je kunt geen, nee. geen, geen, geen start maken in het leven. Je kunt geen gezin stichten, nee. je kunt niet doorstromen, etc. Dat zet echt mensen in de stand. Maar toen was er natuurlijk een hele duidelijke oorzaak. Hoe kan het nu zo ver zijn gekomen? Nou, ik denk dat een deel van de oorzaak, een belangrijk deel van de oorzaak, is gewoon het feit dat we de afgelopen jaren onvoldoende regie hebben gevoerd op de volkshuisvesting. We hebben onvoldoende onszelf rekenschap gegeven. Wat is er eigenlijk nodig? Hoeveel woningen moeten we eigenlijk bouwen? Dus we hebben het een beetje laten versloppen. Wat kunnen mensen eigenlijk betalen? Nou, we hebben een veel te groot geloof gehad in dat gemeente als vanzelf, hè, in alle decentrale beslissingen die er worden genomen, als vanzelf ja. wel... Ja, in de optelsom, de oplossing van ons landelijke probleem zouden gaan aanreiken. En we hebben veel te groot geloof gehad dat, dat de markt als vanzelf al vraag en aanbod in evenwicht zou gaan brengen. En dat is gewoon niet het geval gebleken. Ja. Toen was u niet, uh, minister, uh, op deze post, maar het was wel een kabinet Rutte. Uh, zegt u wel eens tegen hem van wat heb je dit laten versloffen? Ja, dat is ook weer te makkelijk natuurlijk. Hè? Want het is nooit uh, nou, zo? Nooit... Nou, omdat het. Uh, ook in de situatie is waarin je niet in je eentje die beslissingen neemt. Het is, het is, we hebben dat, denk ik, collectief ja. uh, niet goed genoeg gedaan. Uh, en, en dus, inderdaad, zullen we de regie op de volksvesting moeten hernemen. Uh, we zullen ja, weer, gaat u doen. Ja, we zullen weer daadwerkelijk moeten vaststellen... hoeveel woningen we nodig hebben, voor wie we moeten bouwen, waar we moeten bouwen. En daar zal ook de landelijke overheid uh, ja, weer echt ja. stevig de leiding moeten nemen.